organisatie van de inheemse volken in Suriname, OIS, in samenwerking met de stichtingen, Stichting Amazone Mark Suriname, ook de Stichting Herdenking Nationale Dag der Inheemse Volken in Suriname, organiseren sinds 2006 jaarlijks een uitgebreid herdenkingsactiviteit in de Palmetuin. En dit jaar ook in samenwerking met de Five Nation, Stichting Five Nation, die zullen ook straks een speech geven. De Palmetuin is een historische plek voor de inheemse in Suriname, omdat hier rondom Onafhankelijkheidsplein overal de eerste brute invasie van de blanke overheersers plaatsvond. Er is veel bloed gevloeid op deze plek van Suriname. Duizenden zielen zijn gesneuveld, ook de hoogste gezagdragers zijn vermoord. Wij als inheemse volken geloven in de dood van het menselijke lichaam, maar tegelijkertijd geloven wij dat de ziel eeuwig voorleeft. Vandaar dat wij besloten hebben om de 9 augustus, de internationale dag der inheemse volken in de wereld, ingesteld door de VN in 1994, om de nationale regering één dag te geven om op deze dag even stil te staan bij de huidige leefsituatie en de nazaten van de inheemse volken in de wereld. Ook dit jaar, in de tijd van een strenge wereldpandemie, hebben wij overwogen om hoe dan ook in gebed te gaan voor het wel en wee van land en volk. Dit hebben wij vandaag volgens de Maya-rituelen met vuur en rook en de onze, namelijk onze reinigen, met een kruidenbad, zodat wij beschermd zijn van deze lelijke onmenselijke coronavirus. Tide manteng uteka wasi, uteka smoko, uteka wasi, usmoko wan sigara, udre wan kasiri, uwika dei, asong opo, asong kis unu. Tide mefir moro tranga dan alade tradei. En dat rang is zo tang wanneer jaar lang aan tel ik 8 augustus 2021. Omdat met ik awasi, maar awasi net ik zo tapadee dis, awasi dis je tek aladee. En awasi dis je gebruiken en sommige gebruiken toe mi begi en de begi gim ook toe en zo u begi gi alasma. Die alasma tapagrontapu en vooral de igisma na de maron broeders voor nu. En zusters. Volgens onze inheemse geestelijke wereld komt de Payai, de shaman, tijdens zijn seance in de nachtelijke uren in de Tokai in contact met zijn goede en slechte geesten en of machten. Tijdens dit contact vraagt de oppermachtige Payai aan de slechte geest om de mensheid met rust te laten en plaats hem een verbod om de wereld van de mensheid nooit meer binnen te treden. Dit is vandaag gebeurd in de Palmetuin. De inheemsen zijn niet alleen de oorspronkelijke bewoners, maar ook deel van Suriname, het volk van Suriname. Wij moeten met z'n allen hierop trots zijn. Trots zijn op onze verschillen, trots zijn op onze afkomst, ongeacht tot welke etnische bevolkingsgroep wij behoren. Een speciale dank aan onze Maronbroeders die de inheemsen ook betrekken in deze regering. Zeker aan onze, aan de waarnemend president, zijn excellentie Ronnie Brunswijk, die deze gelegenheid heeft gegeven. Niet alleen vanuit politieke overweging, Safurus ma edenki, maar oprechtheid a respecti, sa achar kongi unulik in hem, sa tak jere, u jeb bowa kondre dis op. Ik sta toch even stil hierbij.
Toen de Maron moesten vluchten, of de slaven moesten vluchten en vechten voor de vrijheid, hebben de Indianen ze opgevangen en bijgestaan om te overleven in het oerwoud. En eeuwen daarna geven onze Maronbroeders de oprechte eerbied. Ik vraag ook daarvoor een applaus. Zij hebben ons in de gelegenheid gesteld om ook een plek te hebben in deze regering voor de opbouw van dit land. Een stem te hebben, een plek om als broeders samen op te trekken en een plek om als Surinamer een stevige basis te leggen voor een betere toekomst. Alvorens ik afsluit, wil ik ook onze Javaanse broeders die vandaag 130 jaar Javaanse immigratie vieren, dat ik ook van hieruit mijn felicitatie uitbreng aan hun. Wij zijn allemaal Surinamers, we zijn allemaal Sranamans. Maar in het teken van eenheid en zeker deze bijzondere dag voor onze inheemse broeders en ik als inheemse, ben ik bijzonder trots om hier te staan. Maar alleen door eenheid, een eenheid te vormen, gaan we dit land kunnen opbouwen. Koninklijk tumsi furu gabaga. Want dat netja tumsi furu boom. Maar koteka boom spirit. A boom spirit fu adayali nanga tamusi. Kono vergit ding brada nanga sisa in a diepe binnenland. De man dat aba respecti van oudu. De aba aandacht van oudu. Kofet no mame kundu alasani. Ma ating edoro tak unulek regering. Kango luku desma disi ook toe. Grantangi en een ode aan onze voorouders die hier ooit mochten samenstaan en feest vieren en de goede spirit hebben opgeroepen voor land en volk. Meteguno grantangi. Geachte aanwezigen, dames en heren, de internationale conventie van de Verenigde Naties, OAS en andere organisaties hebben basisinstrumenten gecreëerd die moeten waarborgen dat de inheemse wijsheden waarborgd blijven en zo bijdragen tot een betere wereld. Zo is op 3 december 1994 hebben de Verenigde Naties per resolutie 9 augustus wereldwijd ingesteld als Internationaal Dag der Inheemse Volken. Sinds 2006 is deze dag een officieel vrije dag in Suriname. De Nationaal Dag der Inheemsen, ofwel INGD in Suriname, is een symbool van respect voor het inheemse deel van het Surinaamse volk en een blijk van erkenning. Het grootste doel van deze dag is de nationale overheden stil te laten staan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners. En ook de regering Santokki Brunswijk staat vandaag stil bij de behoeften, maar ook de rechten van onze inheemse broeders en zusters. Dames en heren, De inheemsen van Suriname kunnen met recht de eerste bewoners van dit land genoemd worden. De strijd die deze natie voert voor een beter bestaan kan niet losgekoppeld worden van de belangen van de inheemse bevolking. Als wij praten over inheemsen, dan springt ook meteen naar voren de inheemse rechten. Wij weten dat inheemse rechten meer inhouden dan grondrechten. Maar omdat grond zo belangrijk is, heeft deze regering gemeend tijdens deze periode meer dan ooit aandacht te schenken aan dit vraagstuk. Rasa, ding, inheemse broeder en zuster, namens de president Santokki, die de
Nakuyana Nono. Je wilt feliciteren aan de totale Surinaamse natie. Maar in het bijzonder de Ibrahimassa. Even Arki, alle dingen, organisaties en taki namifesi. Dat is taki allemaal een hunker of de man een suku mogelijkheid voor grondrechten, voor amor betere libi, gidden in hemse broeders en zusters, in het binnenland vooral.